Hij transformeerde van 5 nummer tot rasvertolker van het Nederlandse lied met een eigen popsound. Hij stond maar liefst 5 maal in de Heineken Musical en 5 maal in Ahoy. En vandaag is hij gewoon bij mij te gast, hier bij Toffe Gasten. Vandaag mijn grote vriend Wolter Kroes te gast. Eind september kwam je nieuwe album uit. Wolter, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je? Ja, goed hè. Altijd leuk als je er bent. Ik ben een gelukkig mens, joh. Ja. Gaat goed. Optredens gaan goed. We hebben een hit met Pearl, hè? Ja. Het breken van de lijn is officieel een hit nu. En dat merken we dan in het land. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, fantastisch gaat het. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Eind september kwam je nieuwe album uit, Tussen jou en mij. Ja. Het was een spectaculaire albumpresentatie, kunnen we wel zeggen. Ja, ik heb het met dolfijnen gedaan. En dat was iets wat je altijd al wilde doen? Of hoe kwam je op dat idee uit? Ik heb in het echt ook wel heel veel met dolfijnen gezwommen. Met mijn vader samen, met duiken. Maar we hadden iets nodig wat nog nooit gebeurd was. Nou, een luchtballon is al gebeurd. Parachutespringen was al gebeurd. En op een gegeven moment kwamen we er echt niet uit. En toen zei iemand, wat is jouw grootste hobby dan? Ja, duiken. Dat is nog nooit gebeurd. Nou, oké, klaar. En maar werd die uiteindelijk onder water echt gepresenteerd? Echt onder water. Op een gegeven moment ben ik dat bassin ingegaan. Met die trainers. Er zijn maar 2 trainers die mogen duiken in het dolfinarium. Met die beestjes, hè. Want er lopen wel 20 trainers rond. Maar dan mogen er maar 2 onder water. Oké. En toen werd er bij hoge uitzondering, mocht ik dus met hun mee. En toen zei hij al, kijk uit, want je wordt meteen herkend als een vreemde bijt, zeg maar, in dat hele gebeuren. Ik zei, dag, dat zien die dolfijnen niet. Hij zei, hou je handen bij je. Op het moment dat je ze uitsteekt, ben je aan de beurt. Dan gaan ze bijten ook. Ik onder water met die jongens. En het eerste wat ik deed was, en daar hingen ze hoor. Kwak, zo in die armen. Nou? Gelijk spelen met je. Je wordt meteen ondersteboven gegooid. En het is zo gaaf. Maar hebben ze dan kwaad in de zin? Of nee. Even uittesten. Wat doe jij hier? Weg uit ons territorium. Van dit is van ons. Hier wonen wij. Hier leven wij. Wat doe je hier? Fuck moet die gekke duiker daartussen? Maar hoe ging dat dan? Hoe werd dat dan in de media gebracht? Ja, toen op een gegeven moment zwom ik dus zeg maar door dat bad heen met die jongens. En het was fantastisch. Want ik ben niet rechtstreeks naar dat raam gezwommen waar zeg maar de media stond. Nee, ik mocht ook nog een rondje zwemmen om het hele bad heen. En dan kom je echt in hun wereldje terecht. Dus ze waren op een gegeven moment wel gewend aan me. En toen zijn we langzaam naar dat raam gezwommen waar het publiek ze zeg maar kan zien. Mm-hmm. En toen werd er een heel groot spandoek uitgerold onder water met het album erop. En de cd-presentatie werd gedaan en langzaam zwommen die dolfijntjes erbij. En dat was echt gek. Dus dat was wel een leuke Ja, het was leuk. Ja, het was super. Mooi. Maar toen was je album dus uit, Tussen jou en mij. Ja. Je gaat natuurlijk vol lof erover praten. Maar ben je tevreden met het eindresultaat? Nou, de cd zelf vind ik helemaal te gek. Maar goed, dat zegt natuurlijk elke artiest van zijn eigen cd. Maar ik ben echt heel lang bezig geweest. We zijn 2,5 jaar bezig geweest met zoeken naar goed repertoire. Dit album is namelijk het eerste album wat ik helemaal zelf geproduceerd heb. Okay. Met Edwin van Hoevelaak samen. Ik ben mede-producer geweest. We hebben het ook zelf gefinancierd als het ware. We zijn master-owner, zoals ze dat dan noemen. Okay. En dan ga je toch heel secuur met je plaat om. En ik wilde dat dit een blauwdruk zou worden van Wolter Kroes. Van mijn eigen leven, van alles wat ik meegemaakt heb in die 22 jaar. Van toen naar nu. Dus verliefd zijn, relatiebreuk, verdriet, verlies, geluk, geboorte van een nieuw kindje. Alles erop en eraan. Het moest echt een soort van, ja, dit is Wolter Kroes. Tussen jou en mij. En zit er dan een groot verschil tussen dit album en het album van zoveel jaar terug? Sowieso, want de liedjes die zijn echt fantastisch. Het zijn echt allemaal liedjes die heel secuur uitgezocht zijn. Ik heb deels een stukje meegeschreven. Maar het meeste wordt door hele grote tekstschrijvers gedaan waar ik heel veel contact mee heb gehad. Zij weten precies wat ik wil, waar het over moest gaan. En ja, het moest weer de breedte in. Het moest weer beter worden. Zowel productioneel. Als textueel wilde ik dat het een level hoger zou worden. Ik wilde eigenlijk meer de popmuziek in. Dus het moest niet meer alleen volk zijn, maar ik wilde volkse popmuziek maken. Ja. Nou, dan ga je dus met meer gitaren werken, je gaat met meer blazers werken. Echte violen, heel klein, hele kleine liedjes. Dus bijvoorbeeld alleen maar stem, viool, piano. Dat vond ik helemaal te gek om te doen, dat had ik nog nooit gedaan. Ik heb natuurlijk een theatertour gehad 1,5 jaar geleden voor de eerste keer. Daar leer je heel veel van. Ook weer in het meenemen van opnemen in je cd's. Ja, het is heel erg puur
heel direct en ook wel weer Wolter Kroes, ook feest. Maar toch, want je zegt dat nu en ik als leek kijk dan naar je nieuwste videoclip en ik luister naar. En dan voel ik dat wat jij nu zegt. Ja. Ik voel dat je een niveau hoger bent gegaan. Ja. En je ziet ook qua productie, qua clip, zie je gewoon van ja, dit is Wolter Kroes plus, zeg maar. Dit is zeg maar waar we nu beginnen. Het einde is er nog lang niet. Maar we gaan nu toch eventjes terug naar het allereerste begin. Ja. Als ik aan jou vraag je grootste hit, ik moet die vraag toch stellen aan iedereen. Dat is lastig. Want dat kan bijvoorbeeld Ik ben je prooi zijn, omdat het meest aangevraagd is. Maar ik denk dat de allergrootste toch nog steeds Viva Hollandia is. En als ik zeg, ik heb de hele nacht liggen. Ja, daarom zeg ik, het is lastig. Het is moeilijk, hè? Dat was mijn allereerste nummer 1 hit die nooit op 1 kwam. En die nog steeds kapot wordt gedraaid. Die wordt nog steeds kapot gezongen, kapot gedraaid. En dat is gewoon de hit van Wolter Kroes. En daar ben je trots op toch nog steeds. Ja, maar dat blijf ik ook nog steeds doen. Super, we gaan er even naar kijken. Wolter Kroes bij mij te gast bij Toffe Gasten. Nou, we hadden het zojuist al even over zijn nieuwe album dat eind september is uitgekomen. De eerste single was samen met Pearl Josephson. Ja. Prachtige single, echt werkelijk waar. Ik draai hem ontelbare keren op Sterren.nl Radio. Hoe ben je bij haar terechtgekomen? Want zij kwam natuurlijk uit The Voice. Zij was een beetje in de Nick en Simon hoek. En hoe is dat zo gegaan? Op een gegeven moment, de plaat was af, het album was klaar. Mm-hmm. En ook Breken van de Lijn was klaar. Ik had hem zelf opgenomen. Totdat op een gegeven moment onze A&R-manager van de platenmaatschappij zei van... Wolter, ik lig ergens wakker van. Ik zei, ja, maar waar lig jij wakker van dan? Hij zei, dat nummer Breken van de Lijn, dat zou een fantastisch duet kunnen zijn. Heb ik nooit bij nagedacht. Dus ik ben er op een gegeven moment over gaan nadenken. Toen zei ik op een gegeven moment van, ja, maar wie heb je in gedachten? Want ik vind dat je dat wel eerst uit moet proberen en kijken of het wel zo is. Of het überhaupt ook een klik is, toch? Of het überhaupt wel geschikt is als een duetstuk. Aan zich, ja. Dus hij zegt, nou, we zijn nu bezig met Pearl Josephson in de studio. Die is liedjes aan het zoeken, die is aan het opnemen, aan het uitproberen. Die gaat Nederlandstalig doen. We zouden kunnen proberen of zij die demo kan inzingen. Dat we zeg maar haar stem er even bij zetten om te kijken of het lukt. En had je alles, wist je wie het was? Maar het ging toen ook nog helemaal niet over of zij het zou gaan worden. Puur om te kijken, kijken of het klopte. Toen kreeg ik eind van de dag een demo binnen van dat liedje. Die demo is nooit meer veranderd. Dat is de plaat geworden. Meen je dat nou? Ja, ze zong hem in één keer in. Het was een one-taker voor haar. Ze had hem een paar keer gehoord in mijn uitvoering. Toen is ze gaan zingen. En dat was raak. Ik viel ze wat van mijn stoel af. Ja, ik kan me voorstellen dat dat vrij onwerkelijk is ook. Ja, en toen kwamen we er pas achter wie is Pearl Josephson natuurlijk. Want je had van de hele naam nog niet gehoord. Voor hetzelfde was ze een kop groter. Ik kende haar wel van The Voice, maar ik wist natuurlijk niet hoe zij in het echt was. Op tv zie je niet hoe groot iemand is. Of ze überhaupt wel wil zingen met Wolter Kroes. Want ja, zij doet pop soul. Ik doe, zeg maar, pop volks. Dus dat is toch een verschil. Ja, ja. Maar ja, zij was zo gek van dat liedje. En die klik was er onmiddellijk dat we elkaar ontmoeten. Het was klaar. En staan er nog meer duetten op het nieuwe album? Ik heb met mijn dochter een duet. Het liedje Vraagtekenland. Okay. Dat is al 2 jaar geleden opgenomen. Toen was zij net 10. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, het is een gevarieerd album. Er staan zulke mooie liedjes op. Dans met mij, daar moet jij maar een keer naar luisteren. Er staan echt te gekke liedjes op. Een liedje van Guus Meeuwis, wat hij voor me geschreven heeft. Er staat een liedje op dat heet Slaap mijn kind. Daar zit een verhaal achter. Ik heb 12 jaar geleden op een bruiloft opgetreden voor 2 fantastische mensen. Die kende ik heel goed uit de Zaanstreek. Mm-hmm. En 2 kleine kindjes, die waren zeg maar bruidsjonkertjes. En een week later overleed die moeder. En dat meisje dat vond haar moeder in bed. En dat had toen zo'n impact op mij. Ik ben daar zo verdrietig van geweest. Op een gegeven moment laat je dat links liggen, dat verhaal. En 1,5 jaar terug reed ik door België. Toen hoorde ik een liedje van Bart Hermans. Slaap mijn kind. Een Vlaams liedje. Toen liepen bij mij de tranen over mijn wangen. Waarop Tess tegen mij zei van, joh, wat ben jij nou aan het doen? Ik zeg, luister eens naar die tekst. Ja, maar ze zegt, toen kende zij dat verhaal er nog niet achter. Nee. Dus dat liedje heb ik ook opgenomen. En ja, dat zijn pareltjes op die cd. En ja, dat maakt het voor mij heel eigen, die plaat.
Leuk, mooi, prachtig. In 2012 komt er ook weer een nieuwe theatertour aan. We gaan eerst naar de Heineken Musical. We gaan eerst nog naar de Heineken Musical. 17 december. Kijk je daar naar uit? Ja, dat wordt weer een knallend feest. Want dat ben ik natuurlijk ook, hè. Ja. Ik ben ook Viva Hollandia. Ik heb de hele nacht liggen dromen. En het doel van die nieuwe plaat was het oude publiek behouden en een nieuw publiek erbij trekken. Nou ja, en in HMH gaat natuurlijk de oude cruise gaat gewoon verder met waar die mee bezig was. En dan daarna die theatertour en dan ga je het weer anders aanpakken? Theatertour gaan we weer klein, gaan we weer heel intiem. Dat heet ook Tussen jou en mij dan, want ik wilde het net zo noemen als het album. Ja, dan ga ik wel heel direct met het publiek, gaan we wel heel erg direct. Zie je dat vaker, dat mensen daar zo erg in combineren? Want jij doet dat nu zo'n 2-3 jaar, echt theater, maar ook nog steeds gewoon de feesttenten. Tuurlijk. En los in de Heineken Musical. Maar het zijn eigenlijk twee totaal verschillende dingen. Ja, maar ik heb één heel groot probleem, en ik weet niet of het een probleem is, maar... Een luxe probleem. Een luxe probleem. Ik kan het allebei. En dat, eindelijk mag ik dat laten zien. Ik ben niet alleen maar die feestzanger, maar ook de man van de ballads. En als je dat kan combineren, ja, dan heb je toch een hele grote wereld tot je. Prachtig. Dat is toch te gek. We gaan kijken naar je nieuwste single, Breken van de Lijn. Draaien, wordt uit alle hoeken verblind door het licht. Kan niet meer terug om je over te halen, zonder om te kijken verdween je uit mijn zicht. Ik hou mijn ogen dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me niet raken door het breken van de lijn tussen jou en mij. Verraden door de tijd die niet stil bleef staan, ook niet toen ik je zei bij het breken. Maar laat me niet raken door het breken van de lijn tussen jou en mij. Verraden door de tijd die niet stil bleef staan, ook niet toen ik je zei bij het breken van de lijn tussen jou en mij.
lijn. Ja, je ziet het ook gelijk aan de clip, hè? Mooi, hè? Het is echt een niveautje hoger allemaal. Ja. Prachtig. Ja, dit is wat we willen. Luister, Wolter. Hij staat hier te glimmen naast me, te schitteren. De Sterren.nl. Hij glimt niet meer als nou, hij glimt niet meer. Nou, ligt eraan wat. De Sterren.nl brievenbus. Er zitten een aantal pittige vraagjes in. Stelt niet heel veel voor. Nee. Ik wil je gewoon vragen of je er eentje uit wil pakken, vervolgens aan mij wilt geven. Alsjeblieft. Stelt niet zoveel voor, hoor. Even kijken. Met welk artiest zou je wel eens het bed willen delen? En denk, of laat ik het anders omschrijven, misschien een beschuitje willen eten. Stel dat ik vrijgezel zou Stel zijn. Stel dat je vrijgezel zou zijn. Met wie zou je nog wel eens een keertje aan het ontbijt willen verschijnen? Beetje mensen. En denk internationaal, alles mag. Ik heb laatst de kont van Anouk gezien. Die vond ik ook wel briljant. Op Twitter toen. Op Twitter. Ja. Met welke artiest zou ik wel een beschuitje willen eten? Ja, maar dan gaat het puur over interessant zijn. Nou, dat zijn. Kan ook. Dat kan ook. Nou, ik zou bijvoorbeeld wel eens met een Barbara Streisand een beschuitje willen eten. En dan haar hele carrière door willen spreken van wat ze allemaal meegemaakt heeft. Ja, ben je er fan van? Vind ik wel te gek, ja. Vind ik wel mooi. Maar bijvoorbeeld Jennifer Lopez zou ook mogen, hoor. Maar ja, dan is het weer op de andere vlak. Ja. We doen er nog één. Wolter, van wie was je laatste sms en wat stond erin? Nog geen 4 minuten geleden van Tessa. Ik hou van je. Ach. En dat was het. Sturen jullie dat soort sms'jes vaak naar elkaar toe? Ja, ze stuurden hem naar mij toe. Dat vond ik wel weer heel lief dan. Ja. We pakken er nog een. Ah, er staat er ook wel eens wat anders in, hoor. Van, wat ben je toch een eikel gevonden? Dat kan ook gebeuren, maar dit was toevallig. Ik hou van je. Maar de liefde spreken jullie ja, ja, absoluut. Absoluut. Wij zijn wel soulmates. De laatste, Wolter. Aan welke artiest heb je stiekem een hekel? Oh, die blik gelijk ook. Gaan we weer. En dan krijg ik dat weer gigantisch over me heen. Nou, laat ik het anders zeggen. Aan wat voor soort artiest? Waar kan je slecht tegen? Welke eigenschappen? Oneerlijkheid. Oneerlijkheid en overdreven artiesten. Die overdreven op de voorgrond willen. En maar doorgaan met zeiken. En ja, dan loopt er eentje rond in Nederland die dat heel erg doet. Terwijl ik toch eigenlijk wel stiekem een groot fan van hem ben. Want ik vind het een hele goede tv-artiest. Ik vind het een goede zanger. En hij doet het fantastisch. Maar ik vind dat die Gordon altijd loopt te zeiken. En dan maakt het niet uit of dat tegen een artiest is of tegen iemand anders is. Dat soort artiesten zijn in mijn ogen gigantische aandachttrekkers. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk stiekem heel aardig en heel leuk zijn. Ja. En waarom ze dat dan doen, dat snap ik niet. Nee. Maar ik ben wel fan van hem. Dat is dan weer de andere kant. En nog heel veel meer mensen. Daarom. Want ik wil jou heel veel succes wensen met alles wat je nog gaat doen. Top. Heineken Musical, theatertour in 2012. En natuurlijk nog heel veel succes met je nieuwe album. Hij is prachtig. Ik wil je ontzettend bedanken en graag tot snel. Super. Wolter Kroes. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.